He doesn't even know who we're supposed to ask for. She's just taking me somewhere. It's a mystery what we're doing here. I think I hear a bee. Hey, bee. Right here. Maybe. Oh, there we need to go. Yeah. So this is a magic where the wooden shoes are made. Oh, nice. Nou ja, ik laat het zien met de hand. Ja, met en de hand. En dat is er niet meer. Ja, nee, it's handmade is, wooden shoes. Oh ja, yeah, I can see handmade. Ja. Dat is er eigenlijk niet meer. Er zijn er misschien nog maar 4, 5 in heel Nederland die het nog goed kunnen. Oh, maybe 4, 5 people in Holland maybe wooden shoes by hand. Still? Ja, er zijn er genoeg die hobbyisten dan zeggen, maar die kennen van deze halve goed maken. En die geven daar als klompen maken. He's the best. Ja. Ja, ja, ja. Oh, he understands now. Oké. Nice. I like this with the pony, with the pointed toes. The pointed toes. Yeah. Nice. Oh, I see with the painting too. And scarf, scarving. Yeah. Yeah. Ooh, nice. These are pretty. Yeah. Heeft u dat ook gedaan? Nee, nee, nee. Oh. Ik ken wel uitsnijden eigenlijk redelijk, maar. Het bridal, Ik heb eigenlijk nooit over die begrepen. And look at these have a spikes on them. Okay. Yes, for ice. On the ice, yeah? Yeah, walking yeah. On the ice. Yeah, walking for the on the ice. Oh, and look, these are for sloten dreggen of zo? Nee, ze zijn eigenlijk bagglazen. Voor vroeger die in die sloten te baggeren. Die is goud. Yeah, waterproof. Yeah, yeah. Het is heel waterproof. Yeah, yeah. Nice. Dat is grappig. Of een vogel. Ja. These are for. Yeah. I see here for children. Yes. 66 years. 66 years. They've made shoes. Been making shoes. Yes. Maar en waarom heeft de een leertjes en de ander niet? Dit zijn trippompen. In Friesland worden die heel veel gedragen. Oh, in Friesland. They wear with leather. Streken. Nee, with the straps. Yeah, it says. De halen bij meer ook. Oh. I like these with the little tulips. Yeah, that's nice. En wie doet het schilderwerk dan? Nou, ik brand het erin, want mijn vriendin, mijn vrouw is overleden. Die schildert wel. Die schildert dat. Ja. En deze dan? Want deze dat doe ik zelf. Echt waar? Ja, dat doe ik zelf. Oké. Okay. Detail. Ja. Yeah. Carving. En die zijn helemaal met de hand gemaakt. Hè. Dat is eigenlijk niet all handmade. Ja. Yeah. Yeah. Ja. Zoals deze. Nice. Dit is ook wel een you wanna fit some? Nou, ik zal het wel laten zien. I don't know. Yeah! Do I need a pair? Of course. Yeah? Yeah. Yeah. It happens. Okay. Why? How can you see? Ja, dit is meer recht dan de stad. Oké. En de buitenkant van de klomp is altijd. Is een bochtje. I get it. Ja. Yeah. Oh. En de voet is willow. Oké, willow. Nieuw willow, fris willow. En dat is easy to work. Is het dry, is het very tough. Yeah. Oh, you're good hard. In English. Yeah. No, not so good. Ja, Koos. Nee. That's plenty sharp. Yeah. You still have all your fingers. No, I cut the wood, eh? I like them better. I like them better. Yeah. 66 years, so. Making shoes. He knows what he's doing. Yeah, I can tell. Maybe. Gaat er wel eens wat fout? Ik bedoel meer qua. Nee, niet zo fout. Dat je zegt van oh, deze is mislukt. Nee, niet zo veel. Ja, ik durf niet te zeggen dat het nooit gebeurt. Nee. Want dan gaat deze kapot. Uiteraard. Ja. En u doet het hobbymatig of heeft het echt altijd als baan gedaan? Ja, het is altijd wel werk geweest, maar nooit productie maken. Okay. Dat heb ik eigenlijk nog eens. Ik heb maar geklompen voor mensen moeilijke voeten en dergelijke. Oh echt? Ja, ja. Op maat zeg maar. Zo van die voet is anders gevormd of ja, helemaal op maat. Oh, oké. Okay. Laat zeg maar, productie heb ik eigenlijk nooit gemaakt. Okay. Want ik ben altijd de andere kant gegaan. Ja. Ik heb altijd een demonstrator geweest. Ja. Ik al 44 jaar. Oké. En ik doe het nog regelmatig. En met liefde zo te zien. Ja, ja, ja. Ja, ik vind het wel leuk dat we even mogen komen kijken. Kijk, ja, niet dat ik het nou zo vaak zie, maar voor hem is het natuurlijk wel heel bijzonder. Ja, ja.
En vooral omdat er zo genoeg doet, is er niet meer. Nee. How long before one is done? Nou, you make one pair shoes only 2 hours. 2 hours for two one hours pair? You get from the tree to the finish, you can walk. And oh, that's pretty fast. One people is heavy, Is small. That is the job you have. Yeah. You walk every day on a rough floor. Yeah. It's from the ton. Yeah. It's quick. Okay. Yeah, it all depends on use. Yeah. Yeah, walk around the house all day, they last a long time. Well, it depends on the concrete or no concrete. Yeah. Nice carving. Loopt u zelf ook altijd op klompen? Altijd. Always on wooden shoes himself. Altijd. Yeah. Always. Heeft u wel net schoenen? Ja, ga ja. Oké. Okay. Zo van die ben ik ook weer niet doen. Oké. Okay. Dat ik ergens heen al te klompen heb. Nou, ik zie dat heel vaak in Friesland, is dat ook niet ongebruikelijk. Nee, weet ik. Maar dat doe ik niet. Hier in de stad misschien iets minder, maar hier in de stad. Maar, ja. Amazing. Het is heavy to do it, hè. Is it heavy, yeah? Yeah? Keeps you in shape. Yes, yeah. Yeah. Als u het al 66 jaar doet, hoe oud bent u begonnen? 14 jaar. Echt waar? Okay. Do any younger generation wish to learn how to do this? No. No, it's done. He's 80 now, then. He needs to pass this skill on to some younger. Yeah, there are only a few left in. So it's tradition going down. En ik heb 30 jaar gedaan. Ik demonstreer ze 30 jaar en 4 maanden per jaar in het buitenland. Oh, echt waar? Ja. En waar dan in het buitenland? Overal. Oké. Ik ben benieuwd hoe je dat helemaal uit gaat rollen, want daar heb ik zelf geen idee van. Maar dat zeg ik natuurlijk niet in het Engels. Dat ik het ook niet weet. Nee. Maar dat is bij de meeste de buitenkant, dat snappen ze nog wel. Ja. Maar hoe gaat het daar binnen? Ja. Nou, eigenlijk net zo simpel als dat het de buitenkant gaat. Hè. Zeg ik dan. Ja, precies. Maar u doet het alleen. To get them both to match. Two. Yeah. Left and right. This is ja, look. Ja, they're both. Ah, hier, dat is een paar dingen. Dat is het. Nou, om ze helemaal gelijk te krijgen, dat is best. Nou. Ja, dat is ook je vakje, oké? Ja. So you know what I think I would like is some little ones. Yeah. Like little. But you have to have them on your feet first. No, I think I'd like to have some with the tulips or something like this that I can put on display and not take too much space. I get it. Yeah, I think. But need to feel how they walk. Only here, you know. Oh, you want me to put them on? Yeah. But don't they do this at the photo place? You need to walk on it. That's only picture. Make a circle. Yeah. I don't know what size I wear. Look at how big these are. What is maat size 11. I 10 and even a half. Even voelen hoe comfortabel het zit. 10 and a half. 10 and a half. 10 or 11, I don't know. Just 10 and a half. Oh, deze zijn wel heel traditioneel op. Ja, nou, dat is wel gekleurd. He insists that I try on a pair. Ja. Nou, wacht hier op. Ja. Well, jump in. Ja. Ja. Nice paint job on these, huh? This is traditional. Oh, okay. Not too bad. Not too bad. I mean, some people walk. Nou, ze moeten a little loose, hè? Yeah, a little bit loose. No, that's okay. That's okay. That's correct. Yeah, no, it feels comfortable. Must be a little bit loose. Yeah. Yeah. So take a little walk, you know.
your first steps. Everybody will hear you coming. Yeah, I can't sneak up on anybody. No, you can't sneak up anymore. I don't want to mess up the bottom too much, though. Very nice. Very nice. Walk around in these all day. Yeah. Yeah, you don't have to worry about hurting your feet. No. Steel nose. Exercise, eh? Buffeting? Exercise, yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. I take them off. Because I don't want to hurt them. Can you get out? Oh, yeah, look at the bottoms. Yeah. Nice, nice job. Yeah, they're pretty. I like the artwork too. Yeah. Yeah. Oh, we moeten weer ons concentreren natuurlijk. Nou, rustig. Gaan we de binnenkant bekijken? Rustig. Nou, de simpele manier om vast te zetten. Oké. Okay. Oh, wow. Alles past, zeg maar. Elk model past. And you wanna... You start to like this. Yeah. Like a small spoon. Maar ik ben over de hele wereld eigenlijk geweest. Ja, echt? Holland wel. Ook in Amerika? Ja. Oh, he has been to America to show. Oh, nice. Yeah. Well, this will be on YouTube, so he'll be showing the world. Famous. Yeah. You will be wereldberoemd. We'll put on YouTube. This is very, very, very intensive. Even mij dan ze. Oh, he is measuring. Dan ga ik dat door. So you know what's the sign. How many shoes he thinks he's made in his lifetime? Tens of thousands. I didn't know. Tens of thousands. Yeah. Since he was 14. And what do you do? How often does you have to sharpen tools? I sharpen by myself. Every day sharpen? No. Maybe once a week? It is easy wood. Oh, okay. Nu wat weet al, maar de spoons. Wat sharpen, like of that is one, two times a year. Every week with a small stone. Oh, yeah, just a small little hand stone. Yes. Yeah, okay. Okay. Yeah, polish. En wat voor hout gebruikt u dan nou, meestal? Maar er zijn waarschijnlijk wel meerdere soorten hout te gebruiken. Nou, ik gebruik altijd willow. Willow wood, ja. En de machine is altijd populair. Oké. Okay. Haast altijd populair. En welke gaan langer mee? Willig. Want de willow is heel waterproof. Ja. Heel waterproof. De populair is de porous. Yeah, very. I can tell very dense wood. Get the pitcher. Stay there, B. Moet erbij blijven staan. Ik geloof het wel. Ben je gelogeerd in Omaan? Nee. We doen een rondtrip. Hij is gisteren aangekomen. Dus, gisteren? Ja, dus we gaan meteen op de Nederlandse tour. Klompen en straks gaan we molen van binnen bekijken. Nou, waar Hollandse kan het niet. Het Zoeterwoude, daar moeten we even schuldig blijven. Ook al is het weer. Molen bekijken. Wat doen we? Ja, maar, nou bij neef van mij in Rijpeter. Oh, mooi. Ja, die woont op een molen, dus ja. Dat is de makkelijkste manier. Ja. Nou, ook wel even gezellig. What did you want to say? Oh, I see these ones with the funny face over here. You see? Yeah. Oh, it's for birds. Oh, okay. Bird seed. Bird feet. Yeah. Heb je elke dag bezig? Ja. Als je
Maar ik heb alles hier. Het gaat met zin af, oké. Nee. Ja, maar ik verveel me geen moment. Nee. Ik heb nog, ja, toch nog een paar of 5-6 maarten speciaal helemaal. Oké, op bestelling. Ja, ja. He gets orders from people. Do you tell them about the bar in Arizona? No. Ja, ik was laatst dus in Arizona in een bar. En wat hing daar? Klompen. Dus dat was wel heel leuk. Die ben ik ook een beetje thuis. Maybe a pair he made. You never know. Wow. Je zou ze eigenlijk moeten brandmerken. They look like these that I just try on. Yeah, the yellow ones. Yeah. Yeah, they look the same, kind of. Traditional. Yeah, but it was way back. Yeah. Old painting, way back. And how long is this all done? En ze zijn eigenlijk begonnen, ja, zeg maar, 75 jaar geleden, met klompen verven. Oké. En waarom? En dat was altijd dekkend geel. Ja. Als ze dan die klompen verven, verven ze ook een beetje kwasten weg. Oh, oké. Ja? Ja. Oké. So evolution, kind of? Well, maybe 75-80 years ago they start painting. Because it makes them more nice to see. You don't see the bad things in the wood. Yeah. Je ziet niet onderaan. The impure. Wij hebben natuurlijk de Friese vlakklompen, hè? Ja. Maar die worden ook daar. Ja. Bij deze. En wie schildert dit dan? Nou, die wordt niet geschilderd. Het is een transfer. Een plaatje. Oké. En wie doet dat erop dan? Ja, bij die fliek. Oké. En dan zeg je dat ik ook zo. Ja. En dan, vroeger werd het wel met de handen gedaan. Ja, dat, dit zijn biezen trekken. Met biezen trekken, dat hij die zo'n, met een wieltje, zat er inkt, ja, zeg maar inkt in. Ja. En dan trok je zo die biezen. En dit ging je ze dan een klootje van die, zeg maar, van die donkere. Ja. Van deze kleur. En dan ging je zo met de vingers. Oké. En dit was altijd zo. Oh, dat werd echt met de hand, met de vingers gedaan. Ja. Vingerverven. Dus werd met de hand. Ja. Nice. You just do with the finger paint, yeah, like. Ja. En het roodje, dat is al, ja, al heel lang, heel oud. Oké. Okay. Maar zo werd het met de hand gedaan. Zo. Ja. Wordt nou niet meer, dus. Nee. No more. Ja. Hij komt uit Amerika of Canada? Amerika. Oh. Ja. California. Ja. Los Angeles, ja. Zeg maar. Ja. En waar bent u geweest? Miami, New York, Springfield, Puerto Rico. All over the world. Yeah, famous. Nice. Puerto Rico, ja. Staan ze vooraan te kijken of niet? Ja, dat is altijd. Dat is een bekijk. Ja, daarom. Daar ben je heen. Ja, dat is ook zo. Maar jij bent trots op, neem ik aan. Ja, wel. Het was op mijn werk. Ja. Oké, ja. Maar nu doet u het echt als hobby natuurlijk. Ja, maar het is altijd een hobby geweest. Ja. Anders zou ik het niet meer doen. Nee, precies. Weet je nou hoe diep u moet zijn? Ik heb het gemeten. Ja, maar ik bedoel ook de onderkant. Ja, het is allemaal gezichtelijk. Ja. Just knowing by years how deep to go. Ja, sound. You can tell the sound. Het vak is ongeveer 7 tot 8 jaar tot eerder. Als je het goed wil. Oh, really? 7 till 8 years before you do perfectly wooden shoes making. En je moeder beurt. Oh, hij. Ja. Yeah. Oh, you. Plus. Yeah, my father, my grandfather. Oh, it's in the family for years. His father was, and his grandpa was. Yeah. So my blood. I bet you sometimes break them too. Sometimes too much, and all of a sudden. Yeah.
Breken ze wel eens? Ja. Nou, niet. Ja, ik, dat zei ik zelden, maar ja, ik zeg het zal dan net gebeuren, hè? Ja, dat zei ik net. Viel. Nee. Het is wet, hè? Ja, het is wet wood. Yeah. Wet wood. Oh ja, yeah, nice. Hij is nog niet klaar. It's more. Can we buy like this one from him just like that? You want it like this? Yes. Oh. No, dan maak ik hem los. Oh, you want it like this or more? Well, more it doesn't need. Die heb ik gefilmd. Ja. Doesn't need to be all the way done. Oh, hij vindt het leuk als hij niet helemaal klaar is. Ja, als hij niet helemaal glad is, zeg maar. Ja. Oh. I would like to buy the one from him for the video. Yeah. Then I put this on display at house. Oké. Okay. Nou, hij wil deze dus graag meenemen. Nee. Als u hem niet helemaal af wil maken. Nee, nou, ja, van ja, hij zei, moet er van binnen nog meer of zo? You want it more smoothly inside or just... No, I kind of like it rough. Half like this way. Yeah, yeah. Ruige half finished. Yeah. So can see that it's made by hand. Yeah. Because sometimes if it's too finished, then it looks like maybe a machine made it. Yeah. Now this is... You can tell it's made by hand. Je blijft het altijd zien, want ik kijk hier, die sneetjes blijven erop. Oh, ja. Je blijft het altijd zien. Nou, daar kun je dus aan zien of het like this. Okay. Like this? Yeah. Yes, I will put this he's on display. Like this. This will go on. This will go on my shelf in Arizona. Yeah. Uh-huh. On display. Almost on Route 66. Yeah. Oh, yeah? Yeah. Yeah, all hand carved with the Lex pattern. Very nice. Yeah. Oh. A rastertje. Have to have a steady hand for this. Yeah. Oh. Yeah. I guess practicing brought that on. Yeah, you, no, it's okay. Yeah. Alles maken eigenlijk. Okay. Of heel veel. Yeah. Very nice. Thank you for your time. Oh, well, that's okay. Education for me. Dit zijn wel hele grote, of niet? Ja, nou, dat zijn we voor de show, neem ik. Ja, precies. Nou ja, er zullen ook wel mensen komen met 50, of niet? Ja, nou.